Deze week staat Nijmegen in het teken van mobiliteit en daarom was er maandag een open avond bij de containerterminal van BZTN. Joop Meiland, directeur van BZTN, vertelt wat ze bij zo'n avond zoal klaarzetten. Nou ja, we rijden hier met het treintje rond. We laten de mensen zien wat wij hier precies doen. We hebben een tent waar we wat zaken uitleggen van onze operatie hier op deze terminal. Daarachter staat een container die we altijd speciaal voor dit soort van gelegenheden gebruiken. Die is ingericht en laat een stukje van onze historie zien. Al die dingen zijn volgens Meiland belangrijk omdat deze open dagen voor BZTN wel waardevol zijn. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat de omgeving weet wat wij doen. We hebben ook heel vaak vacatures op deze terminal of op een van onze andere 7 terminals. Waarbij soms mensen niet eens weten dat er hier een terminal is. Dus alleen de bekendheid al is voor ons heel erg belangrijk om in deze omgeving te laten zien dat we toch een belangrijke werkgever zijn. Deze open dag was in het kader van Green Capital en BZTN zelf merkt dat het belang van duurzaamheid bij de consument toeneemt. Maar we hebben natuurlijk ook klanten die daarom vragen. Voor klanten is het ook belangrijk dat hun goederen op een zo duurzaam mogelijke manier vervoerd worden. Nou, daar richten we ons op in en daar investeren we in. BZTN Nijmegen wil uiteindelijk net zo duurzaam worden als de locatie in Den Bosch. Maar buiten de 2 kranen die elektrisch worden aangedreven, moet er op de locatie in Nijmegen nog wel het een en ander gebeuren. De komende jaren zal er hard aan de bouw van de 2 hybride schepen worden gewerkt. Meiland ziet het positief in. Ik denk als je over 5 jaar terugkomt dat alles elektrisch is, voorzien is van aandrijvingen die door wind of zonne-energie opgewekt is. Kortom, we gaan echt stappen vooruit maken.